Ik zou zeggen, het is een ideaal boekje om voor iedereen om te lezen, om te genezen van het idee dat de energietransitie een relatief simpel proces is, wat op een termijn van, nou ja, reken uit 2050, 3 decennia. 30 jaar tussen nu en 2050, 30 jaar, dat is een beperkte periode. Hij schrijft, denk ik terecht, er zal minder veranderen dan wij nu denken. Het Van Rossem, kunt u mij horen? Jij hebt dat voorbereid over de energietransitie. Ja, ik heb dat boek van die Václav Smil, heet die man. S-M-I-L. Hoe je Václav uitspreekt, weet ik niet. Dit is V-A-C-L-A-V. Nee. Ja, V-A-C-L-A-V. Václav gespeld. Smil. En dat boekje, dat heet How the World Really Works. En eigenlijk is de teneur van dat boek het idee dat wij de transitie naar een niet-fossiele, gebruik van niet-fossiele energie en volledige eliminatie van de CO2-uitstoot per 2050 zouden kunnen realiseren, dat echt niets anders is dan wishful thinking. Bullshit. Dat volstrekt uitgesloten is. En dat demonstreert hij eigenlijk door te laten zien hoezeer op tal van terreinen wij afhankelijk zijn van het gebruik van fossiele energie. En dat is vaak, spreekt dat sterk aan. Ik zal het voorbeeld geven van een forse tomaat. Een forse tomaat die, laten we zeggen, verkocht wordt in een supermarkt in Stockholm. Dus dat betekent wel dat die tomaat van buiten is gekomen. Die kost aan fossiele energie ongeveer 6 eetlepels dieselolie. Een broodje, dit ging over de Verenigde Staten, een broodje kost 1/4 liter dieselolie. 4 broodjes is 1 liter dieselolie. Waar je ook kijkt is fossiele energie op grote schaal aan te pas gekomen. Ik heb nu het voorbeeld van voedsel, daar heeft hij een heel hoofdstuk over. Waarbij hij natuurlijk ook uitlegt dat ongeveer de helft van de wereldbevolking zou verhongeren als er geen kunstmest was. Maar kunstmest moet, daar zit ontzettend veel stikstof in, maar die stikstof die moet op zichzelf, zeg je, nou ja, in de dampkring van de aarde is geloof ik 75% stikstof. Dus is dat niet handig, dat is er al, maar dat is in inerte vorm, dus daar heb je niks aan. Je moet dat scheiden, je moet dat bruikbaar maken. Nou, dat is het zogenaamde Bosch-Haber-proces. Dus aan het begin van de 20e eeuw is dat uitgevonden. Daar zijn grote hoeveelheden energie voor nodig. Om kunstmest te maken zijn grote hoeveelheden fossiele energie nodig. Dat proces, niet waar, dat Bosch-Haber-proces, dat vreet energie. En waar je ook kijkt in de voedselproductie, alles vreet energie. Want er is natuurlijk de kunstmest. Dan wordt het product, dat wordt van het veld gehaald. Hoe gaat dat? Met enorme, van die oogstmachines, nietwaar? Enorme tractoren, dan gaat de transportsector aan het werk, want dat spul moet vervoerd worden naar silo's. Of neem die tomaat, die dikke tomaat waar ik het over had, die wordt hoogstwaarschijnlijk gekweekt ergens in Zuid-Spanje. Zelfs daar trouwens wordt gebruik gemaakt van kassen. De tomaat is wel, vraagt een zeer grote hoeveelheid kunstmest. En bovendien is het handig om in kassen te kweken. Die kassen moeten weer verwarmd worden. Maar je denkt natuurlijk bij landbouw nooit aan ach jee, daar komt eigenlijk nauwelijks fossiele energie aan te pas. Maar daar komen gigantische hoeveelheden energie bij te pas. En het is wel de middag van de hardrijders hier. Ja, ik zit het over energie te hebben, maar de energieverspillers die razen hier als gekken door de straat. Behalve DHL is een elektrisch karretje. Hè? Dus ja, dat is, maar wat dacht je dat die elektriciteit van DHL vandaan kwam? Ja, moet opgeladen worden, je hebt gelijk. Daar moeten we het zo ook even over hebben, nietwaar? Wat precies de enorme besparingen zijn die met elektrische auto's zouden kunnen worden bereikt. Ja, dus je kunt die landbouw helemaal ontdoen van de kunstmest en van de verwarming en van alles en nog wat dan. Als zijn rekenvoorbeelden juist zijn, moet je voorstellen dat die agrarische productie dat die zeer sterk zou afnemen. Neem maar een land als Nederland, daar is de huidige agrarische productie, die is niet te bereiken, nietwaar, zonder high-tech landbouw, met al die machines en al die transportaspecten die daarbij te pas komen. Nou, eigenlijk gaat dat boek dus over energie en wat we doen met energie. Laten we dan nu toch die auto's die door de straat razen, dan maar de auto als voorbeeld nemen. Waar is een auto van gemaakt? Van staal. Weliswaar vrij dun plaatstaal, maar desalniettemin van staal. Als je ooit in een autofabriek bent geweest en helemaal aan het begin van het productieproces staan enorme hoeveelheden stalen platen. Dat moet gemaakt worden. Ja, dat moet gemaakt worden. En de productie van staal is zeer energie-intensief. Daar kun je wel iets bij voorstellen. Zowel de ouderwetse productie van staal in hoogovens als de nieuwewetse productie die in feite met elektriciteit wordt uitgevoerd. Vrijwel alles wat aan die auto zit moet machinaal vervaardigd worden. Er zijn in de wereld, begreep ik, 1,8 miljard auto's. Daar komen er per jaar, worden er toch ergens tussen de 75 en de 100 miljoen auto's gebouwd. Ja, hoe? Je kunt natuurlijk zeggen, ja, van hout. Toch zou dat niet een leuk idee zijn. Of van plastic. Maar waar wordt plastic van gemaakt? Van olie. Dat is een kraakproduct. Hè? Die olie wordt in allerlei verschillende onderdelen uit elkaar gehaald in een raffinaderij. Het heet niet voor niks raffinaderij natuurlijk. Dus ook daar geldt dat die honderdduizenden, miljoenen tonnen plastics van allerlei soorten, want je hebt allerlei soorten van plastic, daar komt ook een aanzienlijk energievretend proces ligt daaraan ten grondslag. Hij geeft ook de 4 belangrijkste blokken eigenlijk, of onderdelen van waarmee wij bouwen en werken. Dat is dus natuurlijk staal, dat is cement. Bij de productie van cement wordt heel veel energie gebruikt. Echt heel veel energie. Dat is staal, plastic, cement. Ja. Wat is er nog meer? Ammonia, dat is voor de kunstmest. Maar die kunstmest, dat is een wereldwijd probleem. Je kunt niet ophouden met de kunstmest. Want dat betekent dat de helft van de wereldbevolking dat die verhongert. Als je dit al wilt doen, dan zul je al die zaken heel voorzichtig moeten afbouwen. Maar dan is de vraag, stel voor je houdt op met de cementproductie. Of je wilt die zodanig maken dat er geen fossiele brandstof meer aan te pas komt. Dan zullen we dus in feite al die productie van energie zonder fossiele brandstoffen te gebruiken, die zullen we enorm moeten uitbreiden. Als je kijkt naar de afgelopen 20 jaar, zie je dat op zichzelf windmolens en alles wat daarmee samenhangt, dat sterk uitgebreid is. Maar dat tegelijkertijd de productie van fossiele, of het gebruik van fossiele brandstof ook nog fors gegroeid is in de afgelopen 20 jaar. Neem een land als China, dat doet veel aan alternatieve energieopwekking, maar tegelijkertijd is daar het percentage fossiele energie wat ze gebruiken, dat is toegenomen. Zelfs in landen waar ze heel veel gedaan hebben aan windenergie en alles wat daarmee samenhangt. Kun je daar nog meer voor verzinnen? Nou ja, alles wat laten we zeggen, energie opwekt, zonnepanelen bijvoorbeeld. Daar is in Duitsland allemaal veel aan gedaan, dat is ook fors gesubsidieerd, maar nog steeds is daar meer dan de helft van het energieverbruik, dat is fossiele energie. Zou je iets kunnen doen met nucleaire energieopwekking? Ja, dat kan, maar ja, we hebben net op allerlei terreinen besloten dat niet te doen. Dus dan moeten we weer een hele slag maken om het mogelijkerwijs weer wel te gaan doen. En dat duurt jaren en dat kost heel veel geld, hè? Dat duurt jaren en nou ja, als je dus denkt wat het in Nederland allemaal moeite kost om betrekkelijk simpele dingen te doen. Dus je zegt, we hebben besluit om 10 nucleaire centrales in Nederland erbij te bouwen. Wanneer zou dat klaar zijn bij de huidige productiecijfers? Nou ja, ik weet niet, tegen de tijd dat jij 95 bent waarschijnlijk. Ja, op zijn vroegst. Ja, zoiets. En je moet ook, de overheid gaat mee financieren, ja, maar je moet ook een bedrijf hebben. Ja, dan krijg je weer milieueffectrapportage, alle omwonenden komen in opstand. Je weet weer. En bedrijven moeten meedoen, die moeten mee willen investeren. Want dat is natuurlijk een merkwaardig probleem in een land als Nederland. Dat is allemaal geweldig georganiseerd. Maar ja, de burgers kunnen natuurlijk door te procederen en te zeggen, ja, dat is gevaarlijk, maar dat willen we niet. Kunnen ze allerlei processen natuurlijk eindeloos traineren. Aan de ene kant willen we dat graag en aan de andere kant zijn we boos als het eindeloos getraineerd wordt door anderen dan onszelf vanzelfsprekend. Nou ja, goed. Maar goed, dus de algemene toon van dat boek is ons energiegebruik, is ons gebruik van fossiele energie, is ongelooflijk omvangrijk. Ook op terreinen waar je dat niet 1, 2, 3 zou verwachten. En de kans dat we dat allemaal kunnen uitfaseren voor 2050, die is 0,0. Dus dat zal veel langzamer gaan. Dan zullen natuurlijk allerlei mensen zeggen, ja, dat leidt tot verschrikkelijke toename van de temperatuur. Hij zet ook wel een vraagteken bij complexe voorspellingen. Ook als het complexe computervoorspellingen zijn met veel variabelen. Hij geeft natuurlijk een hele reeks van komische voorbeelden van complexe voorspellingen uit het verleden die totaal niet zijn uitgekomen. Maar... Noem er daar eens eentje van. Nou, bijvoorbeeld dat een groot deel van de wereldbevolking sowieso zou verhongeren in de jaren 70 en 80. Omdat geen rekening was gehouden met de introductie van nieuwe graansoorten. Die in allerlei opzichten veel productiever zijn. En het massale, veel sterk gegroeide gebruik van kunstmest. Nog steeds is dat zo. Dus men voorspelde hongersnood. Het blijkt ook dat substitutie vaak mogelijk is. Dus het ene materiaal is te duur of er is te weinig van, dan kun je een ander materiaal gebruiken. Op zichzelf is de mensheid ongekend inventief. Maar we moeten er ook voor de komende decennia rekening mee houden dat de wereldbevolking nog fors zal toenemen. Ongeveer met 2 miljard personen. Dus dat is vanuit de huidige positie gerekend toch nog een stijging met zeker 25%. De welvaart van veel mensen in de wereld neemt nog steeds toe. Denk ook aan natuurlijk de effecten die de groei van China heeft gehad. Ja. India, zometeen? Ja, India komt dan ook nog. En China is 1,4 miljard inwoners. India, vergelijkbare cijfers. Die willen ook allemaal een autootje en een flatscreen. En nou, alle industriële productie. Die vreet grote hoeveelheden energie. Zo groot dat je het niet op kunt vangen met bijvoorbeeld windenergie of zonnepanelen. Dan komen we aan een heel ander onderdeel natuurlijk van de zaak. Neem nou die auto's. We hebben het staal van de auto al bekeken. Maar wij willen allemaal elektrische auto's, toch? Dat is onze wens. Want elektrische auto's, jij zei het zelf. Net zonder eigenlijk goed op te letten wat je zei. Die man die zo idioot hard door de straat reed, ja, dat is een elektrische auto, dus dan is het niet zo erg. Maar ja, waar komt die elektrische energie vandaan? Die komt uit een forse accu die in dat autootje heeft zitten. En dan heeft Smil, die heeft beschrijvingen van wat het kost om die accu's te maken. Nou, daar loopt de koude rillingen lopen je van over de rug. Ja, maar dan hoeveelheden kobalt die daarvoor nodig zijn en de manier waarop dat gewonnen wordt in een volstrekt ongereguleerde graverij in de derde wereld, dat je denkt, grote rot nog aan toe. Het idee dat we die kleine 100 miljoen auto's die we jaarlijks gaan bouwen, dat die allemaal met zo'n accupakket moeten worden uitgerust, is op dit moment geen sprake van dat dat uitvoerbaar is. Dat is gewoon flauwekul. En dan moet je nog ermee rekenen dat in een land als Nederland grote delen van het elektriciteitsnet helemaal niet berekend zijn op het feit dat iedereen in een elektrische auto rijdt. Het aantal elektrische auto's is natuurlijk wel wat toegenomen, vooral door het succes van die Tesla 3. Maar er zijn in Nederland, ik geloof 8,5 miljoen auto's. Daarvan zullen het aantal elektrische auto's is enkele honderdduizenden, maar dat stelt percentagegewijs stelt dat geen zak voor. We zijn helemaal niet voorbereid op een, laten we zeggen, 100% markt voor elektrische auto's. Dat is gewoon niet zo. Lees het stuk bij Smil, ik kan het iedereen aanbevelen, over de wijze waarop die accu's, wat daarin zit en wat daarvoor nodig is om dat spul te winnen. En dan zie je dat zo'n auto op zichzelf weer een enorme energieinspanning vraagt om te bouwen. Hè? Ja, dat kan met windmolens enzovoort en met zonnepanelen. Maar hij geeft als voorbeeld dat zonnepanelen in een land als Duitsland, zal dus in Nederland niet fundamenteel anders zijn, laat staan in Scandinavië, eigenlijk maar 12% van de tijd effectief energie opleveren. Ja, omdat het weer is. Ja, we wonen hier niet in de Sahara, dus het is Het is winters vroeg donker en het wordt pas laat licht. En nou ja, zo kun je dan van alles en nog wat kun je daarvoor bedenken. En dan is er iets natuurlijk wat helemaal vergeten wordt, namelijk... het kan wel zijn dat er bijvoorbeeld de zon zich niet laat zien gedurende langere periodes. En dat het windstil is, dat kan. Zal een land als Nederland niet langdurig windstil zijn, maar een week of twee, dat is best mogelijk. Dus je hebt overal waar je afhankelijk bent van energie die wordt opgewekt door windmolens en de zon, zul je een enorme hoeveelheid extra capaciteit moeten hebben om in die periodes dat je dus de windmolens niet draaien en de zonnepanelen ook niet veel opleveren, om dan capaciteit te hebben. Want het probleem met elektriciteit, dat het is heel lastig op te slaan. Ik begreep al dat het opslaan van elektriciteit voor een middelgrote stad, laten we zeggen Utrecht of zo, voor 2 weken, dat is praktisch al onuitvoerbaar. Dus hoe gaan we dat doen? Dus we hebben een soort buffer nodig van apparatuur die aangezet kan worden voor het geval dat deze rampzalige toestanden zich voordoen. Hoe zou dat dan moeten gaan? Zouden dat een soort mini-kerncentrales moeten worden? Zouden dat wat ze bij mijn weten in Zwitserland hebben, dat is die extra capaciteit, dat met gasturbines gaan. Hè. Die zijn, in principe zijn die heel efficiënt en die kunnen heel erg lang mee. Dat zijn in principe geweldige nuttige energiewisselaars, om het maar zo te zeggen. Maar dat moet er dan allemaal wel komen, dat is er niet. Hè. Dus die extra capaciteit, die is er helemaal niet. Die moet je wel bouwen als we tenslotte naar een situatie willen dat er geen CO2-uitstoot meer is, dus geen fossiele brandstoffen meer worden gebruikt. Dus ja, dat ziet het ernaar uit dat Hugo de Jonge daar ook rekening mee gaat houden? Nee, totaal niet. Het hele elektriciteitsnet in een op zichzelf redelijk goed georganiseerd land als Nederland. Redelijk goed formuleer ik hier als in vergelijking met tal van andere landen. Dat is helemaal niet op orde. Daar zou nog van alles aan gedaan moeten worden. Echt dat hele idee van dat we in 2050 vrij zullen zijn van deze zorgen is een volstrekte utopie. Je moet rekenen, het gaat decennia duren voordat we die fossiele energie voor een belangrijk gedeelte hebben weten terug te dringen. En dan nog zal er steeds op een aantal punten, hoe ga je dan die kunstmest maken? Hoe ga je dat precies gaan doen? Hè? Daar heb je die ammonia voor nodig, die stikstof moet erop naar, enzovoort. Dus dat is allemaal niet zo simpel. Dan geeft hij het voorbeeld, aansprekend, van die windmolens. Want je zou praktisch de hele wereld moet volgezet worden met windmolens. Als je ziet wat er aan metaal nodig is voor zo'n windmolen. Hè? Ik reed nou toevallig op de A27, omdat ik zo rustig rijd, kan ik goed om me heen kijken. En daar reed enorm zo'n transport, weet je wel, een reuzentransport met een autootje met draaiende lampen erachter. Ja, thuis. En wat was dat? Dat was zo'n radarwerk waaraan aan die grote wieken van die superwindmolens gehecht konden worden. Ja, dat vraagt allemaal enorme inspanningen aan productie. Dus aan metaal moet ergens vandaan komen. Dus ja, ook daar is het idee dat de windmolen op zichzelf 100% besparing levert, is een illusie. Die windmolen zelf moet namelijk gemaakt worden. Bovendien, die afschrijvingstermijnen zijn het is niet zo dat die windmolen er over 300 jaar nog staat. Hè? Dat zal niet gaan gebeuren. Dus je moet ook rekening houden, als je de hele wereld volzet met windmolens, dat die op relatief korte termijn ook weer afgeschreven moeten worden. Dus ook daar geldt, dat kost allemaal in principe ook energie. Ons hele productiesysteem vreet permanent energie, van de tomaat tot de auto. En opwekking van, waar is die elektrische energie van het DHL-wagentje mee opgewekt? Geen idee, er is een Europese energiemarkt. De deskundige zal het je wel kunnen vertellen of het Duitse bruinkool elektriciteit is. Of natuurlijk Franse nucleaire energie. De Fransen, die zijn de enigen die, laten we zeggen, voor 70% afhankelijk zijn van nucleaire energieopwekking. En die hebben op dat punt wel een hele unieke rol gespeeld. Overigens alleen uit strategische overwegingen natuurlijk. Omdat ze onafhankelijk wilden zijn van olie uit het Midden-Oosten. En daar zit wat in. Wij zijn natuurlijk, ja, zeker nu, als het Russische gas niet meer komt, zijn wij afhankelijk van allerlei andere leveranciers. Dat wordt duur gas wat wij gaan gebruiken, terwijl we dus gas in eigen grond hebben zitten. Als ze die hele Groningse zaak nou iets vlotter en iets sympathieker en humaner hadden afgewikkeld, hè, in plaats van weer een gigantische onontwarbare knoop van ellende te organiseren, dan zou het veel makkelijker zijn geweest om Gronings gas te gaan gebruiken als dat nodig is. Met andere woorden, een ideaal boekje voor Hugo de Jonge om eens te lezen. Ik zou zeggen, het is een ideaal boekje om voor iedereen om te lezen, om te genezen van het idee dat de energietransitie een relatief simpel proces is, wat op een termijn van, nou ja, reken uit 2050, 3 decennia. Maar ik denk dat mensen dat wel snappen, dat het lastig is. Alleen in dit boek staat dus 2050 gaan we niet redden. Voor geen meter. Nee, noemt hij een tijdstip dat wel realistisch is? Nee, hij zegt daar is weinig over te zeggen. Dat kan afhankelijk zijn ook van onverwachte ontwikkelingen. Dat kan een doorbraak zijn op het punt van een opslag van elektrische energie. Ja, dat wordt ook steeds aangekondigd. Op zichzelf zijn ook die batterijen in die auto's veel efficiënter geworden dan ze jaren geleden waren. Dus daar zit ook wel technologische vordering in. Maar hij is evenzeer tegen technologisch pessimisme als tegen technologisch optimisme. Hij zegt zelf, ik ben geen pessimist en ik ben geen optimist. Maar ook die catastrofale voorspellingen over dat honderden miljoenen mensen op drift zullen raken en de meest gruwelijke dingen zullen gebeuren. Daarvan zegt hij ook, en naar mijn idee terecht, ja, dat kun je wel zeggen, maar of dat zo is. Dat zijn gestapelde voorspellingen. De kans dat dat uitkomt, die is... we weten het niet. Het kan uitkomen, het kan ook net zo goed niet uitkomen. He, veel lange termijn, complexe lange termijn voorspellingen, dat is iets waar je steeds onvermijdelijkerwijs rekening moet houden met het feit dat ze onbetrouwbaar zijn. Je had het over... Zelfs korte termijn voorspellingen zijn relatief onbetrouwbaar. Ja, en die opslag is inderdaad lastig, maar ik begrijp dat ze dus moeten kijken naar het transport daarvan. Stel dat er op een industrieterrein op Pinkstermaandag energie wordt opgewekt, dan wil je dat transporteren naar een woonwijk waar die energie op dat moment nodig is. Ja, dat zou hartstikke mooi zijn, maar dat kan bijvoorbeeld zijn dat het een hele fijne zonnige dag is en dat niemand die energie die dag nodig heeft. Op dat bedrijventerrein niet, maar bij jouw woning heb je dan misschien wel nodig. Nou, dat weet je niet. Als het een zonnige dag is, zit iedereen buiten met de barbecue. Dat is nog ernstigere CO2-productie, want dan zet je al die koolstof, dat spul, dat gaan ze afvikken. Ja, de barbecue is iets van een zo ingrijpende stomzinnigheid. Dat zal nooit aan mij duidelijk kunnen worden gemaakt. Waarom als je een prima gasfornuis hebt, met een pannetje erbij en een klontje boter, waarom je dan eens in het park gaat zitten met een ongelukkig comfortje waar de zware metalen van afdampen. Het is voor mij een raadsel. Maar ik begrijp dus van de deskundigen dat we het netwerk zoals we het nu kennen, van dat idee moeten we af. Eén groot netwerk waar je op aangesloten kan worden. Het wordt allemaal kleine lokale netwerkjes. Dat zou kunnen, maar dat weten we ook niet precies. Nou, dat zeggen nu mensen die ermee bezig zijn. Want dan zullen die lokale netwerkjes waar gebouwd moeten worden, die zijn er dus niet. Nou ja, dan kun je misschien wel gebruik maken van bestaande dingetjes. Dat is de vraag. En dan is nog maar de vraag, zijn die lokale netwerken efficiënt genoeg? Kunnen die bijvoorbeeld aan piekvraag voldoen, ja of nee? Hoe komen die lokale dingen dan aan hun energie? Dat zal dan toch uit een weer. Want je kunt hier in elke woonwijk natuurlijk een soort van mini-centrale bouwen. Dat gaat ook weer niet. Nee. Maar een mooi voorbeeld vond ik bijvoorbeeld vrachtwagens, zwaar transport. Daar moeten natuurlijk nog zwaardere batterijen in. Als die opstaan te laden, kunnen die ook dienen als een energiebron voor bijvoorbeeld een woonwijk in de buurt. Die halen dan van die opgeladen batterij. Kun je zelf ook doen. Dan is dat bekende verhaal dat als je Tesla-batterij, als die dus gedegradeerd is, als die dus nog maar op 60-65% van effectiviteit zit, dan laat je hem eruit halen en je zet er een nieuwe in. Nieuwe batterij zet je erin. En die oude batterij die heeft in feite nog een vrij omvangrijke capaciteit. Dat heeft ooit een auto aangedreven. En die laat je dus in je hal monteren en die gebruik je als batterij. Die kun je dus opladen eventueel met je zonnepanelen. En dan tegen de tijd dat de zon opdreef, dan heb je daar energie van. Hoe dat precies gaat of kan, dat weet ik niet. Of wat de relatie met zo'n warmtepomp is, dat weet ik eigenlijk ook niet. Wat ik erover heb gelezen, maar dat kan ook zijn omdat ik sowieso altijd denk van het is mooi gelul, maar de vraag is, kan het ook? Is dat die warmtepompen bepaald nog niet een hoogtepunt van efficiëntie zijn. Dus laten we dat eerst, ook, daar vond ik ook Hugo de Jonge wel weer erg van. Allemaal aan de warmtepomp. Kan niet bommen wat het kost. Kom op, Hugo de Jonge. We zijn niet allemaal in Nederland, zitten we niet allemaal op een inkomen van 1 ton per jaar. Dat speelt natuurlijk ook een rol. Het modale inkomen in Nederland is 36.000 en nog zo wat euro per jaar. Dat is dan nog een bruto inkomen. Ja, wat ga je die mensen allemaal aandoen met je maatregelen? Daar moet je wel goed over nagedacht hebben. Ga je dat allemaal subsidiëren? Hoe gaat dat dan? En mogen we dan rekenen dat dat iets efficiënter gebeurt dan andere subsidieregelingen die we in Nederland kennen? Is het zo dat ook een consistent subsidiebeleid gaat worden gevoerd? Want je weet, dat was in het verleden. Zodra een subsidie in Nederland succesvol is en dus geld gaat kosten, dan wordt die afgeschaft. Ja, dat zie je nu met die auto's. Hè? Ja, dat is, zijn ze hartstikke goed. Hè? Ja. Ja, dus, maar goed, lees het stukje over wat je nodig hebt om zo'n batterij voor zo'n auto te bouwen. Ja. Dat is... Nou, nog en als je dat denkt, dat zo'n batterij ook maar een paar jaar meegaat, dan... Ik was laatst in Helmond, daar ging het ook over batterijen. En dan zeiden ze, er komt een enorm tekort eraan batterijen. Dus wij moeten batterijen gaan recyclen, want anders dan kunnen we helemaal niet al die ambities die we hebben, die kunnen we helemaal niet waarmaken. Ik begreep dat onze onsterfelijke vriend Elon Musk ook een recyclefabriek gaat bouwen voor die batterijen van die Tesla's. Ja, maar VDL, de bussenbouwer, die was daar ook. Die hebben dat straks ook nodig voor de bussen en de vrachtwagens. En die denken erover om niet alleen, maar samen met anderen zo'n fabriek te bouwen waar je gaat recyclen. Leuk. En op welke termijn gaat dat dan allemaal gebeuren? In feite wordt er voortdurend getetterd over elektrische auto's en het is een minuscuul deel van de markt, behalve in wijken waar de mensen het wel een beetje kunnen betalen. Nogmaals, er zijn in Nederland in Nederland zeg maar is het ongeveer de helft, zijn er 8,5 miljoen auto's. Voordat het idee dat op korte termijn allemaal elektrisch aangedreven auto's gaat worden, vergeet het maar. Er worden op dit moment nog steeds veel meer auto's verkocht met een klassieke motor. Ja, kijk maar hier in de straat. Dan met een elektrische outillage. Ja. Kijk maar wat hier staat. De overbuurman heeft een elektrische auto. Daar hebben ze een elektrische auto. Ik heb een hybride auto, maar dan... en dat is dan nog... Er staan niet veel Tesla's in de buurt. Nee. Het voordeel is wel dat sommige mensen... Maar ga je naar wat mindere buurt kijken in Utrecht, dan kun je het aantal Tesla's is daar niet groot. Nee, dat ben ik met je eens. Dat klopt. Wordt natuurlijk ook heel vaak van de zaak gereden. Hè? Ja. Dat is ook wel zo handig. Maar dat is op zich goed, toch? Als je dan zo'n auto kunt rijden. Ja, het van harte toe. Maar nogmaals, er wordt heel... Op 30 jaar tussen nu en 2050, 30 jaar, dat is een beperkte periode. Hij schrijft, denk ik terecht, er zal minder veranderen dan wij nu denken. Laten we dat afronden met de bekende voorspelling van een zelfsturende auto. Wat hebben we daar niet over gehoord? Wat hebben we daar niet voor meesterlijke stukken over in de krant gelezen? En wat blijkt, dat is allemaal niet zo simpel te realiseren als wij dachten. Dat gaat dan namelijk helemaal niet komen. Ondersteuning, ja. Maar echt een auto die je, zoals het idee was, je gaat in je auto zitten, slaat een boekje open. Oh, wacht even, we moeten de auto nog even vertellen. We moeten naar de Stadhoudersstraat in Breda. En dat hij dan, boem, hij start, hij rijdt weg en hij rijdt zo naar Breda en parkeert daar in de stad. Nee, dat gaat dus niet gebeuren. Nee. De vraag is ook of dat sowieso zinvol is, want dat vraagt natuurlijk een immense investering in computerrekenerij en in een computer die dan klaarblijkelijk in elke auto moet zitten. Plus nog de hele boel met camera's en ik weet dan niet wat voor sturende spullen. Kun je afvragen hoe efficiënt het eigenlijk is. Het is ook een beetje een droombeeld, hè? Allemaal aan de warmtepomp. Maarten van Rossem over Hitler. Er zijn maar heel weinig mensen die zo oud worden. En Hitler is helemaal niet erg oud geworden, want Hitler is natuurlijk uiteindelijk maar 56 geworden. Hij zelf was er ook van overtuigd dat hij niet oud zou worden. En we kunnen niet anders zeggen dan op dit punt bleek hij het gelijk volledig aan zijn kant te hebben. Een nieuw luisterboek, nu via de link in de beschrijving bij deze podcast.